Alles wordt duurder. Door de oorlog in Oekraïne reizen niet alleen gas- en olieprijzen de pan uit, ook landbouwproducten stijgen in prijs. En dit moet de marktkooplui door gaan berekenen aan hun klanten. Nou, we hebben geen andere keus. Bij ons gaan de voerprijzen ook omhoog. Dus zullen we dat ook gewoon door moeten berekenen in onze vleesprijs. Ja. Nou, dat zal ook gegeten moeten worden. Dus, en overal gaat de prijs omhoog. Ja. Dus je verwacht niet een ontzettende daling in bezoekers? In omzet? Nee, verwacht ik niet. Nee. Nee, dat zal gewoon gegeten moeten worden. Maar goed, mensen zullen al een beetje meer kijken naar de prijzen. En wat meer gaan vergelijken. Maar we wachten het af. Consumenten zien die stijgende prijzen al. Merk je nu al. Hoe merk je dat? Nou, gewoon al die producten worden gelijk duurder. Normaal ben je veel minder kwijt. En nu steeds meer. Ik werk bij mezelf bij de kassa, dus ik had dat gescand. En ik dacht, je ziet wel gelijk dat het echt duurder wordt, zeg maar. Maar of mensen er al bewust rekening mee houden? Nou, niet echt. Niet echt. Het leven wordt duurder. Dan moet je maar... Ja, we rijden minder met de auto. Zijn betaald? Ik weet het niet. Geen idee. Dus je houdt er niet heel erg rekening mee met de stijgende prijs. U gaat toch wel gewoon naar de markt? Ja. Dat is gewoon, dat doen we gewoon. Ik weet niet, als het niet meer kan, dan houdt het op. En houden jullie daar ook rekening mee? Zullen we al dingen aan het inslaan thuis? Inslaan? Nee. Ik doe niet aan hamsteren. Nee. Ik ook niet, nee. Dus jullie blijven gewoon lekker naar de markt gaan? Nou ja, ik denk dat ik dit er wel in ga houden. Ja. Voor de deals. Goede deals. Ja. En met het mooie weer. Ook goed. Ja.